La difficulté, c'est qu'elle ne mangerait que des féculents, type pâtes, riz, céréales, qu'elle ne mange quasi aucune viande, à part le boudin, aucun légume et aucun fruit. Et donc, pour aider dans les repas, à lui faire manger au moins un petit peu de légumes ou un petit peu de pommes de terre, parce que ça, c'est le féculent qu'elle ne veut pas manger, on a commencé à faire des photos de chaque ingrédients. Et donc, à table, quand on voit que c'est un repas qu'elle ne veut pas manger, on montre les photos. Donc, par exemple, si le midi, elle va manger une tartine et du boudin, ben, elle va vouloir manger que le boudin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit un morceau de tartine et après seulement, tu pourras avoir un morceau de boudin. Donc, utiliser ce qu'elle aime bien en récompense. Mais d'abord prendre un ou deux morceaux de ce qu'elle aime moins. Alors, tu manges encore? Le boudin. D'abord, un morceau de tartine. Ah, très bien. Regarde. Et depuis qu'on fait ça, ben ça fonctionne assez bien. Bon, elle varie un peu plus sa nourriture. Et les repas sont un peu plus calmes aussi. Parce que sinon, c'était aussi, ça se terminait en colère, en bagarre. Et bon, elle devait quitter la cuisine elle allait s'isoler. Enfin, on l'isolait parce que les repas devenaient impossibles. Elle criait tout le temps. Seppe zijn eetprobleem was eigenlijk vroeger vrij groot. Ja, zolang dat hij papfles kreeg, was dat inderdaad wel geen probleem. Dat was de papfles. Maar eens dat het dan naar vastvoedsel overgaan, dat ging eigenlijk ook vrij vlot. Omdat we toen nog zijn eten mixten. En dat was een brei, een puree. En dat at hij ook heel gemakkelijk op. Alhoewel dat hij die smaak eigenlijk niet altijd aangenaam vond. Maar eens dat hij moest overgaan naar gewoon eten, samen, zoals iedereen eet. Dan kregen we heel vaak zijn bord terug, zoals we het hem gaven. Vloog het door de keuken, was hij heel boos, was krijsen, roepen en brullen. Maar eigenlijk wisten wij toen niet wat we daar moesten mee aanvangen. Maar als gevolg dat was dat we hem verplichten van te eten. Want we wisten van hij heeft honger, maar hij wil gewoon niet eten. Dan heel vaak. Wat we ook heel vaak deden, was hem gewoon een papfles geven. Zodanig dat hij dan. Allee, toen was hij wel al beginnend kleuter. Zodanig dat hij dus toch wel iets gegeten had. En zo zijn we heel zachtjes aan, hebben we dat herkend. Dat hij, als hij iets van één bepaald kleur op zijn bord kreeg, dat hij dat opat. Dus als hij bijvoorbeeld spinazie kreeg, at hij die spinazie op. Maar iets met veel kleurtjes, dat at hij niet op. Dus, en toen. We hebben een tijdje een bord gebruikt met scheidingetjes, met afscheidingen in. Er waren drie vakjes waar zijn vlees, zijn patatjes en zijn groenten in lagen. En zo heeft hij leren warm eten eten. Maar toen was hij dus toch wel al een jaar of 5 voordat we dat door hadden. Dat hij dus echt wel niet zijn eten door elkaar wilde eten. Ofwel moest het puree zijn dat één kleur had. Ofwel moest het mooi afgescheiden liggen. Zelfs ertjes en worteltjes, dat lukte niet om dat in één geheel te eten. Nu nog, hij is nu dus 13 jaar. Hij eet op een gewoon bord zoals ons. Maar we letten erop dat alles naast elkaar ligt. Liefst zijn vlees, niet zijn groenten haken en niet zijn patatjes haken. Bij ons, we gaan nooit onze tomaten en onze komkommers bijvoorbeeld samen doen in één pot. Want bij hem moet dat tomaatjes en komkommertjes en worteltjes, dat moet allemaal mooi naast elkaar liggen op zijn bord.